Kijk vanavond Avro. Maak van de maandagavond een fijne televisieavond vol afwisseling, spanning en ontspanning. De Sterrenslag kleurwedstrijd heeft veel kleur en creativiteit teweeggebracht. Vanavond worden de winnaars bekendgemaakt van onder andere de extra auto. David Niven en Michael York zijn de twee hoofdrolspelers in de spannende serie Codenaam Intrepid, die u vanaf vanavond kunt volgen. Na een korte mededeling over en voor de bridgefanaten bent u te gast in Karel Prior's Praatpark, waar amusement en gesprek harmonieus samengaan. De Avro-avond wordt besloten met hoogtepunten uit het North Sea Jazz Festival. Dat is de Avro van volop in beweging. En tot ongeveer 11:45, dus nog 5 programma's bij ons, waarbij ik u allemaal weer van harte welkom heet. De verloting van de laatste auto's in onze telelotactie hebben iets langer geduurd dan voorzien was. En dat betekent dat alle programma's na telelot zo'n 7 minuten later zullen beginnen. Hier is voorlopig voor de laatste keer in deze zomer Sterrenslag-presentatrice Sandra Remer. Goedenavond, dames en heren. Ik sta hier bij de tent van het grootste circus van Europa, Circus Kronen. En vorige week vertelde ik u al in de laatste uitzending van Sterrenslag dat ik vanuit hier de extra autoprijs ga weggeven. Nou, een aantal artiesten die staan hier al klaar om te gaan beginnen. Dus laten wij snel een kijkje gaan nemen in de wereld van zand, zaagsel en glitter. Gaat u mee naar binnen? Circus Kronen met achter mij de bekende 2 auto's. En dat betekent dat wij toe zijn aan de extra autoprijs. Yeah! En ook dit keer zijn er 10 kaarten getrokken door de notaris. En die 10 mensen die zitten hier met hun partners in de ereloge. Een applaus. En hartelijk welkom. Nou, u zit daar fantastisch. U kunt de voorstelling heel goed bijwonen, dus dat heeft u alvast, hè? Ja. Nou, de trekking, daar zullen we maar meteen mee beginnen. Die wordt verricht, hoe kan het ook anders als wij in zo'n piste staan, door 2 circusartiesten. Onze Nederlandse trots, 2 Nederlandse jongens dus, die het helemaal hebben gemaakt hier in Circus Kronen. En dan heb ik het over Marco en Flip Peters. Hallo Marco, hallo Flip. Ja, dit was een droomwens, hè, van jullie om in Circus Kronen terecht te komen. Hè? Ja, voor ons was Circus Kronen altijd het grootste van Europa. We dachten, nou, als we daar eenmaal komen, dan hebben we het echt gemaakt.
Nou, dat hebben jullie inderdaad, maar er gaat nog veel meer gebeuren. Dat ga ik aan Flip vragen. Wat gaat er allemaal precies gebeuren? Nou, we gaan in december gaan we naar Amerika toe. En daar blijven we minstens 2 jaar bij het grootste circus van de wereld. En dat is dat Barnum & Bailey? Ja, dat is Barnum & Bailey, ja. En dat gaat vanaf december gebeuren? Ja, vanaf december. Nou, dames en heren, uniek. Twee Nederlandse jonge knullen die het gaan maken in het grootste circus van de wereld, Barnum & Bailey's. Dat gaan zij dus doen, ja. Daar mogen ze absoluut een applaus voor hebben. Ja. En verdiend ook. Nou, jullie weten wat de bedoeling is. Jullie gaan 2 van die 10 mensen heel gelukkig maken. Ga jij beginnen met de eerste trekking? Oké, ga je gang. En dat maak je open voor me. Dankjewel. En nu jij, Marco. Ga je gang. Oh, de spanning is er vanaf te lezen. Kijk nou. Dankjewel. Nou, ik hou het nog even voor me. Ik dank jullie hartelijk. Ik wens jullie heel veel succes nog in Circus Kronen. En straks in december in Amerika. Een applaus. Dankjewel, Marco en Flip. Nou, daar kunnen we echt trots op zijn, hè? Goed, de eerste auto gaat naar de familie of meneer of mevrouw Nomen uit Zierikzee. Oh, kom erbij. Kom er even bij. Wat heerlijk, hè? Blije mensen. Oh, meneer Nomen, uw vrouw komt eraan. Oh, wat geweldig. Ja. Nou, uw vrouw nog? Ja. Ah, zal ik u even helpen? Kom maar. Doen we even. Ja. Zo. Dan kunnen we even. Kom erbij staan. Kom erbij staan. Eventjes, ik wil u even een vraagje stellen. Hoe voelt u zich? Nou, onvoorstelbaar. Had u het niet verwacht? Nee, ik heb er niet op gerekend. Ik had gezegd met een tas bij huis. Wat geweldig dan, hè? Laten we gaan kijken naar een van de twee. Welke wilt u? De grijze. Wilt u er ook even in zitten? Gaat u gang. Dan loop ik er nog even mee naartoe. Ja! Kijk nou, fantastisch. En nu, de tweede auto. Die gaat naar mevrouw S. Molenaars of Smolenaars uit Leidschendam. Oh, wat een spanning was het. Hartstikke leuk. Nou, ik heb het niet gedaan. U moet de jongens en Peters bedanken. Welke van... Ja, u heeft dus nog die rode ogen. Maar wilt u hem even omdraaien? Ja, die gestuurd, dus die hebben het ook wat zeggen. Oh, ja? Kijk eens aan. Maar wilt u erin gaan zitten of niet? Jazeker wel, ja. Nou, zullen we dat dan even doen? Oké, daar gaan we. Hè? Even erin. Fantastisch, hè? Ik loop nog even mee, goed zo. En wij, dames en heren, we hebben net al een aantal fragmenten kunnen zien uit het programma van dit circus. En we gaan nu nog naar nog meer fragmenten kijken. En het blijven natuurlijk fragmenten, want als u het echt wil zien, ik kan het u aanbevelen, dan moet u echt even naar het circus komen. Thank you.
uitslag van Charlie's kleurenwedstrijd. En we hebben wat inzendingen binnengekregen. Om precies te zijn, nou ja, precies kan je het nooit zeggen, maar meer dan 400.000 inzendingen. En die zitten hier allemaal in die postzakken. Ja, dat is dus echt een succes geweest. En de jury heeft het heel moeilijk gehad, want de ene was nog mooier dan de andere. Om daar dan 50 allermooiste inzendingen uit te halen. Nou, die 50 prijswinnaars en winnaressen, hun namen komen zo dadelijk in beeld. Gaat het nou te vlug? Helemaal niet erg. Want al die prijswinnaars en winnaressen krijgen bericht thuis. Ik zou u nog wel heel graag wat inzendingen laten zien die een extra vermelding waard zijn. En die dan ook een extra cadeautje krijgen van de AVRO. Want wat dacht u hiervan? Daar is vreselijk veel werk van gemaakt. De survivalbaan. Zo, is het beter te zien zo. En het is gemaakt door Bastiaan Keurhorst uit Didam. 8 jaar. Hartstikke leuk. Ja, dat mag best wel applaudisseren. En dan. Dat is niet zo erg goed te zien, maar het is enig, dat kan ik u verzekeren. Een kijkdoos met telelot en alles erin en erop en eraan. En die komt van Sabine van Hogenhuizen uit Bedam en het meisje is 10 jaar. Heel goed. En we hebben ook nog een hele leuke inzending gehad. Dat kan ik u niet laten zien, maar het is echt heel leuk. Van een school. En dat is de Theresia School uit Amsterdam. En ook jullie krijgen een extra presentje van de AVRO. En dit is zo'n ontroerende kaart. Dit komt van een meisje uit Amsterdam. Ze is 1,68 meter, schrijft ze. Ze heeft maat 44 en ze is 69 jaar. Nou, mevrouw, u krijgt ook een heel leuk presentje van de AVRO. Die zijn eruit. Als u nog naar Circus Kronen wilt gaan kijken, dan moet u snel zijn, want ze zijn nog heel even in Nederland. Namelijk nog in Breda, ja, Den Bosch, Eindhoven en Heerlen. En wat mij betreft, ik zie u heel graag terug in het winterseizoen bij de AVRO. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Wie gewoon heeft van die sfeer, wil daarna niets anders meer dan in de tent. De AVRO, de omroep die nog steeds groeit.